We zijn vandaag de rijbaan aan het sproeien. Vanwege de hoge temperaturen wordt het dekdek uiteraard ook veel warmer. Zodra het boven de 50 graden komt, dan willen we gaan sproeien. Met name op de punten waar de vliegtuigen draaiingen maken op het asfalt. Dat zijn kwetsbare punten. Daar moet de wegdektemperatuur gewoon omlaag worden gebracht. En dat doen we door middel van het sproeien van water al daar. Het sproeien wordt gedaan door een combinatie van een trekker met daarachter een grote tankwagen gevuld met water. En die sproeien het water over het wegdek zodat de temperatuur naar beneden gaat.